Minister Rabin Parmisser van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft een oriëntatiebezoek gebracht aan het pompgemaal te Wageningen. Dit pompgemaal moet namelijk gerepareerd worden. Het 60 jaar oude gemaal dat niet in gebruik is door een kapotte hoofdschakelaar wordt nu door technici gerepareerd. In een persbericht meldt LVV dat medewerkers van EBS bezig zijn met het vervangen van de doorgebrande kabels van de hoofdschakelaar. De minister heeft de Surinaamse Paddyboerenassociatie, SPBA, geïnformeerd over de situatie. Harinanden Umral, bestuurslid SPBA, hoopt dat vooral boeren in de middenstandspolder op korte termijn over voldoende irrigatiewater kunnen beschikken. Om het gebrek aan water op te vangen, heeft minister Parmisser het voorstel gedaan de officiële inzaaiperiode van de middenstandspolder en Wageningen met 2 weken te verschuiven. De inzaaiperiode zou lopen van 1 november tot 31 december 2019. De minister deed ook een beroep op de boeren om in deze droge periode geen water te verspillen.